Welkom bij Spellen beoordelen met Marieke en Geert. Ben je allergisch voor meningen, dan moet je even een andere video opzoeken. Want dit gaat alleen maar over onze mening van deze twee mensen over bordspellen. Dus als je dat niet interesseert, ga nu weg. En hou altijd in rekening, zoveel mensen, zoveel mensen. Ja, ik bedoel, we geven soms wel eens lage cijfers. Maar ja, dat is alleen omdat het niet helemaal ons ding is. We geven nog vaker zevens, inderdaad. Dat is onze go-to mode. Nou ja, en hier zie je de eerste zeven weer aankomen. Evergreen. Nee, ja. Ik vond Evergreen verrassend leuk. Eens. En dat zie je ook wel aan de beoordelingen. 7,6 is een goed cijfer. Ik ben geen fan van fotosynthesis en Bosk. Ik ben wel fan van Evergreen. Ik vind het een heel leuk spel. Klopt. Het is een abstract spel over planten van bomen waarbij je rekening houdt met de schaduwen. Precies deze uitleg zou je ook kunnen geven voor fotosynthesis. Hier zijn ook nog heel veel spoortjes waar je op vooruit gaat. Dus je hebt ook echt een stukje engine building erin. Vind ik heel leuk. Eens. Ja, maar goed, wat mij betreft is het dan een hoge 7, ja. Maar alsnog een 7. Gewoon... Ja, maar een 7 is dus gewoon hartstikke goed. Is hartstikke goed, inderdaad. Wij geven ook gemiddeld, dat zal jullie niet verbazen na al deze video's, ongeveer een 7. Dus dat blijkt wel weer. Gaan we naar de volgende en dat is Skate Summer. Dat is ook een spel wat ik verrassend leuk vond. Ja. Niet zo leuk als Evergreen. Niet zo leuk als Evergreen, inderdaad. Het is wel weer een origineel thema. Het gaat over skaten. Goh. Ja. En wat ga je doen? In twee fases ga je eerst proberen zo'n sick mogelijke trick te doen met je skatewappie. En daarna probeer je door de stad te gaan rijden. En probeer je verschillende locaties aan te doen. A la engine building ga je dan ook wat bonussen vrijspelen. Zodat je steeds wat verder kunt gaan met je tricks. Je klinkt echt als mijn 80-jarige wiskundedocent van vroeger. Echt. Er zit nu één 16-jarige te kijken die overgeeft in zijn mond. Echt, en denkt... Nee, die zit echt te rollen met de ogen. En die denkt echt, oh, wat een boomer. Die heeft dit al lang weggeklikt. Ja, waarschijnlijk stuurt hij zo meteen mails in de rond. Ja, hoe was het in de jaren 60? Ja, waarschijnlijk. Skate Summer. Maar ja, het is minder goed dan Evergreen. Dat ben ik met je eens. Zijn speelbaarheid is wat lager. Maar het is wel een goed spel, dus wat mij betreft komt het toch in de brei terecht. Marieke, het heeft gewoon een origineel systeem met hoe je je kaarten twee keer gebruikt. Ja, ik geef een lage 7. Een lage 7, maar ik vind het echt wel een 7. Want je moet dus kaarten spelen op je skateboard om die tricks te doen. En je moet proberen eigenlijk in balans te blijven. En dat wordt door middel van een metertje weergegeven. Leuk gedaan. Er zit goede herspeelbaarheid in, maar ik denk dat Evergreen echt langer leuk blijft. Dat denk ik ook. Ja. Dat is waar mijn twijfel vandaan komt. Ik snap het. Dan gaan we naar Micro Macro All-in. Dat is deel 3 in de Micro Macro serie. We hadden de normale... Full House. Oh ja, Full House. Waarom ik red je even met je voorbeelden. Dit is deel 3 All-in. Ja, het werkt nog steeds hetzelfde. Je hebt een enorm grote kaart met daarop een ontzettend drukke zwart-witte tekening. Een beetje in de stijl van Jan van Haasteren. Je krijgt een kaartje. Ik zal even een voorbeeld laten zien. En daar staat, dit is echt super mooi Spaans. Ja. Spaans. In ieder geval, daar staat, je moet bij dit poppetje beginnen. Wat is er gebeurd? Wat heeft hij gedaan? En dan ga je helemaal terugzoeken en kijken naar wat er nou precies gebeurd is. Zeer vermakelijk. Het enige irritant hieraan vind ik dat het zo groot is dat je altijd moet gaan staan. Ja. En ik vind dat nou juist zo'n goede filler. Ja. Maar dan heb ik dus geen zin meer om te staan. Misschien is de kaart te groot. Maar Marieke heeft ook wel een epische luiheid op sommige momenten. Dus wat dat betreft moet je het ook niet te serieus nemen. Nee. Micro Macro is super origineel. Ik had het zelf willen bedenken. Extreem makkelijk. Ja. Dus wat mij betreft, echt met iedereen doen? Is dit een 8? Oh. Oh ja, volgens mij krijgen de vorige delen ook een 8. Ja, nou hè, dan hoef ik dan niet zeggen dat... Vind je deze minder leuk dan de vorige delen? Nee, dat vind ik helemaal niet minder leuk. Ik zal eens even kijken wat die anderen krijgen. Nou, Micro Macro Crime City en Micro Macro Full House. Het eerste deel krijgt van ons een 8. Het tweede deel krijgt van ons een 8. Oké, dan ben ik gewoon een klein zeikertje. Je bent gewoon een klein zeikertje. Ik vind het origineel genoeg dat het boven de meute uitkomt. Ja, nee, dat is ook zeker waar. Marrakesh. Dit vind ik een hele moeilijke. Die heb ik voor mijn gevoel nog niet vaak genoeg gespeeld om er echt een goed oordeel over te geven. Maar goed, we gaan het toch doen. Edit van de City Collection van Stefan Veld. Komt in Nederland uit bij White Goblin Games. Het is uitgegeven door Queen Games, dus je weet, prijzig spel. Maar dit is wel een goed spel. Daar zijn we het wel over eens. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden in dit spel. Echt veel mogelijkheden. Qua regels en qua score van moeilijkheid is het nog niet eens zo heel hoog, denk ik. Maar om het goed te kunnen doen, is het pittig. Je gaat grondstoffen verzamelen. 3,3 hoor. Ja, die ga je op je eigen spelersbordje neerzetten om acties uit te voeren in verschillende gebieden van jouw spelersbordje. Dat is de hele korte samenvatting. Ja, ja, je kan er ook geen andere samenvatting aan geven, want dan wordt het meteen veel te uitgebreid. Ja, ik vind het... dit is een goed spel. Ik vind het origineel. Ja. Echt een Eurogame persoon. Echt een Eurogame persoon. Ja. Moest even zoeken. Ik heb hem weer gevonden. Ja, ik twijfel. Oh. Ja, hoog 7. Nee, hoog 7. Ik ga met je mee. Ja, okay, Endless 7. Winter. Ja, dat is nu blijkbaar mijn standaard 8 geworden. Hoog, want dit is niet het spel wat we extreem vaak gaan doen. Nee. Ja, dus daarom hoog 7. Ja. Hoog 7. Ja, ik ben het met je eens. Kunnen we niet een nieuw getallensysteem oprichten in de 7? Nee, dat gaan we dus niet doen. Nee, we houden het gewoon bij heel veel 7's. Maar we hebben dus ook een serie in de bordspelshow waarin we de beoordelingen beoordelen. Dus 1 keer in dezelfde tijd klikken we random spellen aan met de vraag: zijn we het nog eens met onze beoordeling? En dan gaan we hem herzien als dat moet. Dan Operation Cuckoo. Volgens mij hebben mensen ook veel meer aan wat we erover zeggen dan dat ene cijfer wat we eraan hangen. Dat denk ik ook. Dit is een spel gemaakt door 2 Nederlanders, namelijk door Dennis Harmsen en Esmee Spaagaren. Je kunt ze ook onder andere kennen van Zinga. Ja. Zinga, die hebben ze gemaakt bij 999 Games. Ja. En deze is uitgekomen bij Jolly Dutch. Het is een een damachtig spel, moet ik zeggen. En daarmee heb ik het denk ik ook wel samengevat. Want er komen wat dingen niet overeen. Een damspel met veel wincondities. Dus meerdere manieren om te kunnen winnen. Ja, en dat is niet 100% mijn ding. Nee. En 6. Oeh, een 5 had ik. Ja, maar dan vind je dat er wat mis is. Nou, niet per se dat er wat mis is. Nee, er is niet per se iets mis. Nee. Dus daarom vind ik een 6 ook goed. Maar het is niet... Ga je nou ons hele reviewsysteem overhoop halen? Het is gewoon echt niet mijn mechanisme. Nee. En daar kunnen zij niks aan doen. Nou, ik vond... Misschien is het toch wat mis. Voor mijzelf vond ik de wincondities totaal verwarrend en onlogisch. Nou, en ook een beetje raar. Als jij er even een 5 neerzet, dan wil ik samenvatten wat de wincondities zijn. Dat zijn er namelijk 4. Je kunt winnen als je met jouw opperkoekoe de andere kant weet te bereiken. Dus het hol van de tegenstander. Ook als al jouw speelstukken geslagen worden, behalve jouw opperkoekoe. Vond ik een klein beetje vreemd. Want dan heb je toch in principe eigenlijk verloren, zou je zeggen. Maar goed. Maar ja, oké, is tactisch misschien, omdat je moet slaan soms. Ze hebben er vast over nagedacht. Je kunt winnen, of je wint ook als een andere speler met het verkeerde speelstuk in jouw nest terechtkomt. En er was er nog één. Maar, dat gezegd hebbende, zijn wij gewoon blijkbaar niet zo'n fan van de mechanismes die deze makers gebruiken. Maar anderen wel. Ja. Bijvoorbeeld Zinga vonden wij ook niks aan. Bastiaan van Nox Bellensolder vond dat wel heel erg leuk. En dat is een goed verkopend spel. Dus ga heel even naar wat je wel en niet leuk vindt en of dit dan wel of niet je ding is. Als je van abstract en dammen houdt, is dit dus helemaal je ding. Ja. Tricks. Dit is een recent uitgekomen met opnemer. Waarschijnlijk als hij online komt is hij niet heel recent meer. Maar een recent uitgekomen spel bij White Goblin Games. Waarvan wij dachten dat ze zo hebben gezeten in de brainstormkamer. Quixx, daar willen we iets nieuws mee. Ja. Flix, mix, tricks, die doen we. Ja, 5 seconden nadenken. Dat denken wij. Over het spel zelf is misschien het dubbele nagedacht. Ja. Wat je gaat doen, dat is toch best wel goed. Is best wel grappig. Je gaat kaarten spelen en eigenlijk is de regel als je een kaart speelt, dan mag je dat afkruisen op je blaadje en je wil als eerste je blaadje vol hebben. Je kunt ook getallen combineren. Dus een 5 en een 4 mag je ook combineren tot een 9. Ja, dat is het eigenlijk. Dat is het. Als je een iets langere uitleg wil, ga even naar onze uitlegvideo. Ja, ik vind dit eigenlijk precies hetzelfde wat ik van Quixx ook vind. Namelijk een 6. Een 6. Niet per se iets verkeerd. Op vakantie, oké. Anders zou ik het niet zo snel pakken. Nee, dit is niet iets wat de top 100 moet halen van BoardGameGeek. Maar het hoeft ook niet afgemaakt te worden. Maar daar hebben we Quixx ook nog nooit in voorbij zien komen. En als je nou heel erg fan bent van Quixx, zou ik toch even naar tricks kijken. Absoluut. Dan Monsters of Luck. Gaan we deze beoordelen, want deze hebben wij niet meer. Nee, dan doen we dat niet. Nee, want hier hebben we wel... We kunnen even kort iets zeggen, maar we gaan geen cijfer geven. Want wij beoordelen alleen spellen die we hebben. En hier hebben we een review-exemplaar van gespeeld. 1 keer. En toen moesten we hem weer doorgeven. Ja. Gebeurt wel eens vaker hoor, dat is helemaal niks geks dat je hem daarna moet sturen. Nee, dat is normaal, maar dan heb ik hem wel onterecht in deze lijst gezet. Prima spel, wat een beetje lijkt op Silver en Beverbende, dus daar kun je naar kijken. The Gallerist. Ja, nu gaan er verschillen in meningen ontstaan, denk ik. Want... Maar, mag ik dan even zeggen dat ik al 2 veto's heb opgebouwd? Ja. nou, van dus deze afgelopen twee uitzendingen. Jij mag hem in gaan zetten. Nee. Zal ik dan even vertellen waarom ik zo enthousiast ben over The Gallerist? Ja, we kunnen toch gemiddeld gaan zitten? Is fantastisch. Het is van Vital Lacerda, oftewel een zeer pittige Eurogame. Al is dit iets aan de makkelijkere kant van voor wat hij gemaakt heeft. Voor Vital, voor de rest pittig. En je gaat eigenlijk proberen schilderijen zo goedkoop mogelijk in te kopen. Vervolgens probeer je de artiest bekend te maken door promoties eraan te hangen en dergelijke andere manieren om de bekendheid omhoog te stuwen. Dan worden de schilderijen meer waard, dan verkoop je hem en dat levert geld op en je probeert gewoon zoveel mogelijk geld te verzamelen. Ja, en dit vond ik echt in thema gewoon super goed bedacht, super leuk. In uitvoering ook heel goed gedaan. Het enige kritiekpunt wat ik heb, is dat hij me gewoon net niet helemaal pakt. Ja. Bijvoorbeeld een Kanban, ook een Vital spel, Kanban EV heb ik het dan over, dat pakt mij wel. Dus als je aan mij gaat vragen welke Vital gaan we vanavond spelen, zal ik altijd een andere Vital gaan noemen. Tenminste, nee, dat is niet waar. Niet altijd, maar vaak. En dat is het enige waarvan ik heb, ik vind het een goed spel. Ik vind het een leuk spel. Het is een mooi thema. Maar na een paar keer spelen dacht ik wel, mijn behoefte is voldaan. Oké. Nou, dat ga je terugzien in het cijfer. Ja. Want ik heb hem ook een aantal keer, ik heb iets vaker gespeeld omdat ik hem ook solo gedaan heb. Solo is die trouwens heel soepel. Dus als je een solo speler bent, ga je zeker naar kijken. Maar daardoor geef ik dit een 9. Nou, ik geef het een 7. Dus het wordt een 8. Dan wordt het een 8. Makkelijk hoor niet. The Gallerist is dus gewoon een goed spel. Daar zijn we het in ieder geval over eens. Maar waarom vind jij hem dan zo fantastisch amazing? Want een 9 is wel heel uitzonderlijk voor ons. Ik moet zeggen, langzaam groeit mijn fanheid van Vital Lacerda. Of waar jij gewoon als een 8 werd en wist je dat ik eens... Nee. Ja, had ik al een 10 gegeven. Ja. Had er misschien nog een 9 van gemaakt. Nee, ik ben gewoon erg fan van de maker. Snap ik. The Gallerist, ja, ik weet niet, het is gewoon, ik vind het leuk. Want een 9 is een spel wat je echt bijna iedere dag wel zou willen spelen. Hè? Ja, ik kan echt lang vooruit met The Gallerist. Ik vind het fantastisch. Nou ja, hier komen we vast nog wel eens op terug. Gelukkig kan niet zo. Nee, grapje. Precies, inderdaad. Dus ga je toch even naar kijken. Nee, zeker. Want hallo, een 8 is gewoon supergoed. 8 is gewoon heel goed. Ja. Pick a Pen. Nu komen er even zometeen in deze uitzending 3 Pick a Pens. De eerste is Pick a Pen: Crypt. De makkelijkste. Je gooit met potloden en je probeert... in dit geval probeer je eigenlijk in kolommen en in rijen... probeer je 2 dezelfde kleuren naast elkaar te hebben, want dat levert punten op. Maar ik denk dat we dit kort kunnen houden. Want we hebben 3 uitlegvideo's gemaakt en een video met wat is het verschil tussen de 3 Pick a Pen spellen... En welke vinden wij het leukst? En daar hebben we al uitgebreid bij stilgestaan. Ja. Dus, of nou ja, jij, want ik had in die week geen stem. Maar als je er dus meer over wil weten, ga even naar die video kijken. Want daar komen we er uitgebreid op terug. En hier houden we het even kort. Pick a Pen: Crypt. Wat geef je het? Een 5. Ik vond er niet echt een bandje 6. Aan. Ik snap jouw 5. Ja, doe maar een 5. Ik dacht echt, wat ben ik nou aan het doen? Dit is echt by far de minst interessant. Ondanks dat en ook een groot verschil met die andere 2. Want die vond ik superleuk. Ja, klopt. Dus crypten kun je dacht ik gewoon. Dan Pick a Pen: Riffen. Dat is denk ik jouw favoriet. En voor mij, ik twijfel tussen Riffen en Tuin. Ik vind die allebei heel leuk. Deze kun je het meest vergelijken met bijvoorbeeld Trails of Tucana. Of misschien nog wel meer met Next Station London. Die vibe een beetje. Waar je echt routetjes moet gaan maken. Ja, voor mij is dit gewoon een 7. 7. Ja, prima spel. En ik moet eerlijk zeggen, jij twijfelt over Pick a Pen: Tuin. Ja, die vind ik heel veel relaxerender nog. En dat vind ik ook lekker. Maar die geef ik ook een 7. Ja. En ik denk jij ook. Die doet het meest denken aan keer op keer. Ja, dus Pick a Pen: Tuin, Pick a Pen: Riffen. Echt aanraden, dus leuke dobbelspellen. En ik voel allemaal vragen opkomen over die potloden. Ga even die ene video bekijken. Waarin we ze dus alle 3 behandelen. Daar komen we er uitgebreid op. Helemaal goed. Dus geen paniek mensen. En al je vragen worden voldaan. Wolven. Oh. Ja. Dit is moeilijk. Want dit is een verrassend goed spel. Ik denk dat ik het wel weet misschien. Maar het is... qua mechanisme eigenlijk helemaal niet zo mijn ding, maar toch was het echt leuk. Nou, wat ik dus positief... Hier hebben we ook al een video over gemaakt, maar wat ik positief vond aan Wolven... positiever dan ik dus in eerste instantie dacht, want inderdaad het mechanisme van area majority, area control, dat is eigenlijk niet ons ding. Of eigenlijk helemaal niet ons ding. Maar ik vond het zo goed uitgewerkt. Je bent dus in je eentje een roede wolf. Je hebt een alfa wolf. Je hebt normale wolven. En daar krijg je er allemaal meer van. Je hebt schuilplekken en je hebt holen. En daar ga je eigenlijk proberen een territoriumpje mee op te bouwen. Over verschillende tegels. Je kan het nu niet goed zien. Maar het bord in het midden bestaat uit verschillende tegels. En aan het einde van iedere ronde worden er eigenlijk dingen gescoord. En eigenlijk voornamelijk die tegels. Wanneer een ronde voorbij is, dat wordt besloten naar aanleiding van dit bord, het bord hierboven. En daar komt een token op te liggen zodra er iets uit het spel verdwijnt. Dus upgrade jij iets, bevecht je iets, verdwijnt er een token of speelstuk van het bord, dan wordt die daarop neergelegd en dat bepaalt dus aan de hand van hoe snel het spel gaat. Super goed bedacht. Ja. Echt goed bedacht. Echt goed bedacht. En ja, die tegels hierboven vond ik ook heel goed. Iedereen heeft dus deze tegels waarmee hij besluit welke acties die doet. En je ziet er verschillende ondergronden op staan. Als je hem omdraait, dan zit er een andere ondergrond op. En je moet ondergronden in hoeveelheden hebben. Dus bijvoorbeeld een best wel goede actie kost 2 keer dezelfde ondergrond. En dan een hele goede actie zelfs 3 keer. Dus je moet de hele tijd bedenken, oké, wat ga ik eerst doen? Oh, dan draait die zich om, dan heb ik die. Dan kan ik die weer gebruiken om dat te doen. Dus daar zit echt wel een nadenktactiek in. En dat zorgt er ook voor dat je niet de hele tijd hetzelfde doet, zodat zeg maar echt oneerlijk wordt of anderen gepest worden. Ja, dit vond ik echt goed. Ja, eens. Ja, ik denk dat we op hetzelfde gaan zitten, want ik denk dat ik het zelfs een 8 geef. Ja, daarom. Een laag 8, maar een 8. Een laag 8. Het is gewoon echt een verrassend goed spel. En als je, zo mooi. Zo mooi. En als je ons leert houden van de mechanismen zoals een area majority, dan ben je net als Root een hele grote. Dus de wolven mogen wat mij betreft een 8 krijgen. Dan ben ik wel benieuwd of als we deze nou over zeg maar een jaar nog een keer in de beoordelingen voorbij laten komen, of die dan misschien zou ik naar een 7. Het zou kunnen, maar ik vind dat hij het voordeel van de 5 verdient. Ja. Maar goed, er zijn andere spellen in het spellenspectrum die niet per se hoog scoren. Zoals Audition. Dit is een klein kaartspelletje van 999 Games. Je gaat kaarten verzamelen om een orkest samen te stellen. En je moet proberen, in bepaalde kaarten moet je proberen er 1. In bepaalde kolommen moet je er of 1... of 4 hebben. En al het andere levert geen punten op. En dat voelde voor mij geknutseld. Ja, ik vond er geen klap aan. Dus daarom krijgt dit voor mij een, ik zal niet spieken bij je, 4. Ik had een 5, omdat er, weet je, ik ben gewoon niet snel fan van kleine kaartspellen. Ja, snap ik. 5, ik vind prima. 4, dan is er echt wel iets mis. Helder. 5 gewoon voor de moeite. Allemaal veto's zijn wel weer verdwenen. Ik moet zeggen, het wordt ook... het wordt goed beoordeeld, dat moet ik niet zeggen. Het ziet er leuk uit. Het wordt beoordeeld en het ziet er leuk uit. Dus heb je toch iets positiefs. Time Collectors vond ik daarentegen dan weer heel verrassend grappig. Ja, je gaat met dobbelstenen jaartallen gooien. En je probeert het juiste jaartal te gooien. Want dat kan de meeste punten opleveren. Maar het grappige is dat je dat heel erg kunt beïnvloeden. Wat je precies gooit. En dat je uiteindelijk wat je verzamelt met die waarden ook nog op je spelersbordje moet plaatsen. En daarbij rekening moet houden met hoe die kaarten precies willen liggen. Dus dit was eigenlijk best wel wat diepgang zat erin. Leuk spel. Ja, ik zit me ineens te bedenken dat ik denk ik voor de volgende aflevering aan de zijkant eventjes al cijfers op een rijtje ga zetten met wat wij ervan vinden. Oh. Dan kan er nooit, of vind je dat een goed idee? Dat vind ik helemaal prima. Dus even live overleggen. Ja, is leuk. Ja, helemaal goed. Dat is weer vanavond eten trouwens. Hebben we nog meer huishoudelijke overleg? Klotje, dat top. Spreek je niet zo uit, dat weet ik. Maar Time Collectors, lage 7. Ja, lage 7. Gewoon een lollig spel. En wederom een 7. Dus ik ben er toch blij mee dat hij in onze collectie zit. Ja, ik ook. Het volgende spel, daar gaan we weer even net wat kritischer zijn. Dat is namelijk Gardeners. Dat is een real-time spel waar je wel gewoon een kwartier de tijd hebt. Dus je hoeft niet per se te haasten. Maar je moet doelen halen. Alleen het nadeel is, je weet niet wat voor doelen. En dat klinkt onmogelijk. En dat is het misschien je weet ook. Het wel. Je weet niet wat de buurman voor doelen heeft. Ja, je weet niet wat er, je weet 3/4 van de doelen niet. En het enige wat je erover weet is een hint. Dus je gaat gezamenlijk een speelbord maken. En je moet met alle doelen rekening houden. Terwijl je bij de helft of 3/4 van de doelen alleen maar een hint hebt op wat het zou kunnen zijn. En je kunt wel passief-agressief tegels teruggeven die wat jou betreft verkeerd liggen. Maar goed, dat is wel het maximum. En dat is ook waar het bij mij misging. Want op een gegeven moment kwamen wij er niet uit. En toen was ik gewoon... En dan deed jij, nee, dat is niet goed. Probeer ik nog. Nee, dat is niet goed. Nee, dat is ook niet goed. En ik wist gewoon niet welk doel je had. Mijn doel was al gehaald, maar ik moest jouw doel ook halen. Toen dacht ik, ja, waar ben ik nou mee bezig? Ik ben gewoon hele wereld gegeven. Nou ja, dat zie je in de 6,3 die het krijgt. Het is wel origineel overigens. Het is van de maker van, hoe heet het ook alweer? Magic Maze. Dus als je daarvan houdt, zou je dit ook leuk kunnen vinden. Het ziet er mooi uit, maar er is dus net even iets mis. Dus een 5. Vijfje. Ja, precies. En het ziet er inderdaad wel heel mooi uit. Zeker de cover vind ik echt top. Autobaan is een expertspel. Hier gaan we denk ik ook weer verschillende cijfers geven. Ik denk het ook. Ik vind het gewoon een goed expertspel. Maar als je het dan hebt over The Gallerist, was dat deze video of vorige video? Dat was deze video. Je zit nog helemaal op schema. We zijn even aan het multi-uploaden. Ja. Ik vond dit leuker. Nou, leuk. Jij niet? Nee, ik snap überhaupt niet hoe je die mening kan hebben, maar ik respecteer het toch als ik heel eerlijk ben. Oké, kun je even uitleggen wat het is en wat jouw mening is dan? Nou, bij Autobaan ga je de snelweg opbouwen in Duitsland. En dat doe je in 3 tijdperken. In totaal gaat die van 1945 tot en met nu. En wat je gaat doen is opbouwen door de tegels neer te leggen. En als de snelweg gemaakt is, dan kan je dat punt opleveren als je een juiste route weet af te maken. Maar het veel belangrijker is nog dat je met je vrachtwagen eroverheen gaat rijden. Miep, soms miep. Langs een tankstationnetje gaat. En dan probeer je goederen af te leveren. Dus het is aan de ene kant een pick-up en deliver spel. Aan de andere kant zitten er nog veel meer dingen in, waardoor het echt een expertspel is. Ja, je moest echt wel de hele tijd denken, oké, nou heb ik nu dit gedaan. Wat moet ik die? Je moet even die stappen die je doorloopt, die moet je even goed helderen. Want het is best veel. En wat ik ook leuk vond, is dat er bepaalde stemmingen zijn waarop je dan omhoog moet gaan. Je moet heel erg goed in de gaten houden waar je punten op wil scoren. Als je dat niet doet, krijg je 0 punten. Dat kan, ja. Je kan in principe het hele spel aan allemaal dingen bouwen en dan eindigen met niks, omdat je dat niet goed voor elkaar hebt. Ja. Dus het is best wel een keihard spel eigenlijk. Het is een keihard spel. En wat mij nadeel een beetje mis is dat het niet extreem relaxed speelt wat mij betreft, omdat er veel upsmuk in zit. Dus je moet wel soms even wat administratie doen. Ja, en ik vond bij deze, er zijn heel veel verschillende dingen die je moet onthouden. Maar bij deze vond ik dat lekker en bij The Gallerist vond ik dat irritant. Oh ja, nou ja, kijk, dan zul je zien dat we verschillende beoordelingen hebben. Ik geef het gewoon een 7. Ik een 8. Ja, nu hebben we een probleem. Nu hebben we een probleem. Dan wordt het een 9 moet geven. Van mij mag je de 8 hebben. Ja. Ja? Ja, ik bedoel, als we allebei... Ja, dan mag jij van The Gallerist een 9. Nee, dat is prima. Ik snap ook wel dat... Als ik kijk naar hoeveel plezier we gezamenlijk ermee hebben, dan snap ik dat die beiden wel op hetzelfde terechtkomen. Ja, deze zou ooit naar een 7 kunnen zijn. Ik denk het wel. Ja, de laatste van vandaag is gemaakt door Nederlanders Ruben Dijkstra en Ruurt Lammers. En dat is Alleroen. Ja, ik had dit dus nooit gekozen op de cover. En toen zeiden mensen tegen ons in de bordspelshow, dit is heel leuk, dit moet je proberen. En dit is ook echt heel leuk. Het is heel makkelijk. Je gaat een grid voor je maken met kaarten. En je probeert eigenlijk kaarten met dezelfde kleur of met hetzelfde symbool zoveel mogelijk aangrenzend aan elkaar te hebben. Dus als je in een rij bijvoorbeeld 3 oranje kaarten naast elkaar hebt, dat moet ook nog, dan krijg je daar meer punten voor dan als je maar 1 oranje kaart in 1 rij hebt. Maar het wordt steeds lastiger puzzelen. En dit klinkt totaal niet origineel. Maar wat wel leuk gedaan is, is hoe je met je kaart omgaat. Want je hebt dus 3 kaarten in je hand. En in principe moet je die plaatsen, tenzij je dus wil ruilen. En dan kan je dus ruilen met een soort open markt. En zo, omdat iedereen er steeds mee ruilt, kan je dan ook zeg maar de kaart van een ander krijgen. Je mag ook nog een keer de markt verversen. En op een gegeven moment denk je, oké, dit is het. Hier moet ik mee doen. En dan moet je dus echt gaan plaatsen. Maar aan het begin gaat dat nog wel, maar op een gegeven moment puzzel je jezelf natuurlijk helemaal vast. Ja, en in principe doet het spel echt niks origineels, maar het doet alles wat het niet origineel doet, doet het wel goed. Dus het is gewoon wel een leuk kaartspel, vind ik. Gisteren hadden we inderdaad een gesprek met iemand hierover. En we kwamen tot de conclusie dat een spel of heel origineel en dus ook lekker werkend moet zijn, want alleen origineel heb je natuurlijk niks aan. Of het moet allemaal dingen samenvoegen die al bestaan, maar dan zo goed samenvoegen dat je alsnog van de tafel geblazen bent. Zoals bijvoorbeeld bij Ark Nova. Ja, en kijk, om nou te zeggen dat ik hiervan van de tafel geblazen word. Maar het is een leuk spel met bekende mechanismen. En daarom krijgt het wat mij betreft gewoon een 7. Ja, ik weet nog dat we, en voor mij ook, na het spelen dat we echt dachten, oh, leuk. Ja, lollig. Dus ga je zeker naar kijken. Dit zijn in ieder geval de spellen die we deze keer voorbij laten komen. Maar we zijn volgende week weer terug met een hele nieuwe buts aan spellen met allemaal beoordelingen. Sommige zelfs positief. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Andere 7. Lieve groetjes en tot de volgende. Lieve groetjes. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want daar worden wij blij van. Yay! Wij sparen abonnees, wist je dat? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. Ja. Alvast welkom. Ja, dat zou echt leuk zijn.